De oma van Jules is al een tijdje dood. En toch wil Jules weten wie zijn oma was. Hij wil over haar vertellen in de klas. Jules gaat alvast op zoek naar het antwoord op zijn vraag. Wie is mijn oma? Hij vraagt het aan zijn mama, aan de hond en aan de vis en aan de kaasboerin. Hij leert dat oma dol was op roze sportauto's, hield van kippen, maar ook van kinderen. En dan gaat hij naar opa. Opa weet zeker wie oma was. En opa zegt, jij lijkt op oma. En Jules voelt zich Superman. In 20 prenten en een paar woorden vertelt Annemie Berenbroeks over de oma van Jules. Zo mooi. Je opent het boek en oeps, daar is die glimlach tot achter je oren en dat warme gevoel dat het meest nog lijkt op vlinders in de buik. Absoluut het allermooiste kinderboek.